de reden voor Eon om te kiezen voor het outsourcingstreep was dat we pieken zagen ontstaan in de werkvoorraad. Deze pieken wilden we opvangen door een gedeelte outsourcing. Hierdoor konden wij ons richten op verbetering en procesoptimalisatie, waardoor er geen nieuwe achterstand ontstond. Kiezen voor outsourcing betekent voor ons naast een aantal kwalitatieve randvoorwaarden het gevoel bij een organisatie. Voor Eon is partnership ontzettend belangrijk. Partnership is voor ons het kiezen van de juiste kwaliteit. Die relatie met Eifel was er al. Naast de ervaring die Eifel heeft op een aantal outsource trajecten, in combinatie met de faciliteiten die ze bieden, was Eifel voor ons de juiste keuze. Het succes van dit traject ligt bij de selectie van de medewerkers. We hebben starters op hoog niveau aangetrokken die snel kunnen leren. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het inwerken van de professionals. En daarbij hebben we niet alleen aandacht besteed aan de daadwerkelijke werkzaamheden die ze voor de klant moeten verrichten, maar ook veel aandacht aan teambuilding en kennismaking, en dat onder begeleiding van topsporters die in dienst zijn bij Eifel. Nou, het is goed om te zien dat we met mensen die elkaar eigenlijk nog helemaal niet kenden binnen 5 weken echt een team zijn geworden. Iedere dag tijdens de dagstart bespreken we de voortgang. Het Eon project is ook echt ons project geworden. Ieder resultaat dat binnen wordt gehaald, daar zijn we met z'n allen tevreden over en ook blij mee. Dit zorgt voor veel dynamiek en plezier in het werk, in de werkzaamheden. Ons voorafgestelde projectdoel was het verbeteren van het reguliere werkproces. En dit door het uitbesteden van de pieken werkzaamheden aan Eifel. Dit doel is gehaald en zelfs ruimschoots overtroffen. De handling time die bleek dermate snel dat het projectteam ook het reguliere werkproces heeft kunnen oppakken. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat wij als Eon de verbetering kunnen doorvoeren en uiteindelijk ook het proces weer kunnen overnemen. I feel so close to you right now.